We staan hier bij een kunstwerk van Jan Jacobs Mulder uit 1998, getiteld De Dozen van Pandora. En dit kunstwerk is geïnspireerd op een mythe uit de Griekse oudheid, waarin wordt verteld dat de godenzoon Prometheus het vuur steelt van de goden om het stiekem aan de allereerste mensen te geven. Maar op het moment dat de oppergod Zeus daarachter komt, dan zint hij op wraak. En daarom laat hij de allereerste vrouw maken. Van elke god ontvangt zij een gave en zij wordt Pandora genoemd, wat zoiets betekent als de albegiftigde. En ook krijgt zij van Zeus een doos. Met een mededeling, deze mag je nooit openmaken. Maar ja, een van de gaven die Pandora heeft gekregen is nieuwsgierigheid. Dus zij raakt geobsedeerd door de vraag wat er toch in die doos zou kunnen zitten. Totdat ze zich niet langer kan bedwingen en de doos opent. En op dat moment komt ze erachter dat die doos vol zit met allerlei onheil, ziekte, honger. Allemaal dingen die de mensheid tot op dat moment niet heeft gekend, maar die zich nu door de wereld verspreiden. Nou, laten we eens kijken hoe dat verhaal in het beeld is verwerkt. Je ziet dat de onderkant uit meerdere delen bestaat die niet helemaal recht boven elkaar staan. En ik vind dat zelf wel een mooie metafoor voor de ontwrichting die die doos in de wereld teweeg brengt. Aan de bovenkant zie je een deel dat schuin omhoog staat. En dat doet wel denken aan de deksel van die doos die een beetje open staat, waardoor in een golvende beweging al dat onheil naar buiten kan stromen. En oorspronkelijk was het zo dat aan de bovenkant van die beelden blauw licht naar buiten scheen. Moet je eens inbeelden hoe mysterieus, maar toch ook aanlokkelijk dat eruit moet hebben gezien. En wat mij ook opviel is dat bij een van de beelden een metalen stukje omhoog steekt, wat een beetje associaties oproept met een geleedpotig dier dat naar buiten probeert te kruipen. En wat ik daar vooral zo interessant aan vind is dat in sommige versies van het verhaal dat onheil dat uit die doos kwam de gedaante had van insecten en ongedierte. Maar de grote vraag die dit kunstwerk bij mij oproept is: waarom zijn het er twee? Terwijl Pandora in dat klassieke verhaal slechts één doos kreeg. Je zou allerlei theorieën kunnen bedenken. Wat ik zelf wel een mooie verklaring vind, is er eentje die te maken heeft met het eind van het verhaal. Want op het moment dat Pandora beseft wat er gebeurt, probeert ze snel die deksel weer op de doos te krijgen, maar het is al te laat. Het enige wat nog in de doos is achtergebleven, is de hoop. En volgens sommige versies van het verhaal is de doos daarna nog een keer geopend, zodat ook de hoop zich over de aarde kan verspreiden. Dus misschien zien we hier wel twee verschillende momenten in de tijd afgebeeld. De twee momenten dat de doos is geopend. Wat denk jij?